Wij zijn met 40 vrijwilligers bezig om daar die zaak mooi te maken. En de eerste verdieping hebben we nou bijna klaar. Daar zijn inmiddels iets van 14 ateliers in gerealiseerd. Nadat we alle duivenpoep hadden weggehaald, nadat we de vloer hadden gerepareerd, het dak hadden gerepareerd, het lekte aan alle kanten. We hebben daar elektriciteit aan gelegd, we hebben daar wanden geïsoleerd, we hebben verwarming gemaakt. En die 14 ateliers op de verdieping zijn klaar. Er zijn 4 ateliers op de begane grond ook klaar. Met z'n 40 is dat gerealiseerd. En wij zijn allemaal vrijwilligers. We hebben soms zelfs 2 linkerhanden. Maar dat geeft niet, want er zijn ook een aantal mensen die echt vakmensen zijn. Zelfs mensen, aannemersbedrijven, die ons 1 dag per week gratis helpen. Dus op die manier hebben we ook bouwkundige kennis in huis. Er is een gratis architect. En wij moeten de begane grond nog afmaken. Daar komt in een grote foyer, daar komt in een zaal voor optredens enzovoort. En er komt een hele grote expositieruimte. En we hebben nog werk genoeg, dus mocht u behoefte hebben om met ons mee te werken, u bent hartelijk welkom. Fantastisch verhaal, zeg. Dat is nou wat het nodig is. Dat vind ik heel leuk. Dus als u echt goed kunt knutselen, dan bent u van harte welkom. En als u 2 linkerhanden heeft, dan wordt het goed begeleid. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Er zijn mensen die komen binnen met 2 linkerhanden die zeggen, ik kan alleen maar de vloer vegen, verder kan ik niks. En nog geen 2 maanden later staan diezelfde mensen panelen tegen de muur te schroeven of elektrapijpen vast te zetten. Die blijken dus van alles daar te leren. En dat is ook een van de voordelen voor u als vrijwilliger. Je leert er heel veel van. Dankjewel, want vrijwilligerswerk levert ook wat op. En dan kom ik bij...